Dames en heren, jongens en meisjes, welkom allemaal bij Content Veen seizoen 3. Daar zijn we weer! We staan hier vandaag bij de stallen die ik in de vorige aflevering gebouwd heb. En ik ben nog steeds zo blij met het resultaat. En in de buurt van mijn stal heb ik hier in één keer een nieuwe hond staan. En wie en wat is dit? Agent 002. In opdracht van het noorden, groetjes cowboy. Jongens, in de vorige aflevering hebben we agent 001 gekregen. Ja, kijk, hier. Hier hebben we agent 001. Huh? Wat is dit? Oh, ja, god. Die houdt gewoon even toezicht. Even in de gaten houden of dat allemaal goed gaat met piraten en paarden en zo. Hij is aan het liggen. Hij is niet toezicht aan het houden. Hij is letterlijk gewoon lekker op zijn kleedje aan het liggen. Jij was er niet, dus had even pauze. En nu hebben we dus agent 002. En die heeft ook wat vleesjes erbij gekregen. Althans, niet juist, wil ik zeggen. Ik wil zeggen, hij heeft vleesjes erbij. Hij heeft helemaal geen vleesjes erbij gekregen. Laten we eens even eten geven. We hebben hiervoor agent 001. En dan hier agent 002. Die krijgt ook wat eten. Hoppakee. En meneer KB doet dit om mij in de gaten te houden. Omdat ik niet goed voor mijn dieren zorg en zo. Maar ik heb gewoon goed voor mijn dieren gezorgd. Ik heb hier namelijk in... Wat is hier aan de hand? Wat is hier aan de hand? Benny. Benny, wat is er mee? Benny, waarom ben je een skelet? Huh? Jongens, wacht. Benny. Huh? Sinds wanneer is Benny een skelet? Hé, hey, wacht. Dit... Huh? Nah. Oprecht, jongens. Ik wilde hier gewoon mijn intro doen. Ik wilde hier even staan dat ik met een paard naar een nieuwe locatie toe wil om mijn video te beginnen. En vervolgens kom ik erachter dat Benny gewoon een schedel is. Of wat is het? Een skelet. Beste piraat. Er staat hier ook een boekje. Beste piraat. Je zal vast wel merken dat jouw paard Benny weg is. Ja, dat merk ik. Hij is een bottenpaard geworden. Dit komt omdat ik heb in een skelet veranderd heb. De spelling klopt niet helemaal, maar dat maakt niet uit. Je zult de Benny van vlees en bloed nooit terugkrijgen. Hoezo dit nou weer? Behalve als je een paar dingen voor me doet. Hé, dat rijmt. Ik heb een spreuk gebruikt waardoor zijn ziel in het hiernamaals is gekomen. Maar geen zorgen. Benny is niet de enige ziel die daar aanwezig is. Gelukkig is de ziel van Sheriff daar ook. De enige manier dat jullie de spreuk kunnen terugdraaien is door een kostbaar item te geven. Dit item is niet zomaar kostbaar, maar hierdoor zal ik altijd kunnen leven. Ik leg jullie dus de keuze voor om Benny en Sheriff terug te krijgen. Maar dan zullen jullie nog altijd last van mij hebben. Kwaadaardig gelachje, maar wat moeten we dan offeren? Als jullie de eerste optie kiezen, zullen jullie naar de kern van het continent moeten gaan. Hier zal duidelijk worden hoe jullie zielen van de paarden terug kunnen krijgen. Bij de tweede optie zullen jij en je paard pas herenigen in het hiernamaals. Oh, ik moet meneer KB een berichtje sturen, jongens. Dit kan niet. Wacht even. Wacht even. Dan ga ik ook gewoon op Benny het skeletpaard gaan we ook gewoon rijden. Hij is zo ongelooflijk traag, jongens. Oh, wat is hij. Hij is nog trager dan het Benny zelf was. Laten we even naar meneer KB gaan kijken of daar inderdaad Sheriff Junior ook in een skelet is veranderd. Het is niet te geloven, dit. Kapitein Bruinbaard, geef me goed advies. Je bent een wijze oude legende. Ik heb echt hulp nodig. Oké, aangekomen in het Wilde Westen. En volgens mij staat Sheriff Junior bij het huisje daar van meneer KB. En niet in zijn grote straat. En daarvoor zullen we even moeten kijken. Even kijken, jongens. Is het Sheriff Juniortje... Oh, ja, Sheriff Junior is ook in een dinges veranderd skelet. Nee! Het is de enige manier hoe we nu het vlees en bloed kunnen terugkrijgen van Sheriff Junior en Benny. Is door samen wat te offeren bij de kern van het continent. En dat is natuurlijk bij de boom des leven. Goed, nu moeten we alleen nog even die cowboy vinden. Hallo? KB? Ben je hier? Ben je bij je honden? Je huis? Hallo? Iemand thuis? KB? Nee? Niet boven? Je straat misschien? Hallo? Is er iemand? Weten jullie misschien waar die cowboy is? Nee, geen idee. Laat me met rust. Jongens, ik heb zo'n idee dat meneer KB er niet is. Op het moment. Helaas. Dus Benny en Sheriff zullen moeten wachten. Maar goed, jongens, dat is toch niet erg. Want ik denk dat dit skeletpaard van Benny heel toevallig eigenlijk wel goed in deze aflevering past. We zullen dan heel even moeten wachten met Benny en Sheriff Junior. Zullen het vlees en bloed van hun terug zien te krijgen. Daar moeten we heel even mee wachten. Want ik ga naar het beroemde spookhuis hier, jongens. Mijn reacties stonden namelijk helemaal vol in de vorige video. Dat ik eindelijk naar het spookhuis kon van meneer KB. Hij zei, je moet daar binnen. Hij heeft het voor je afgemaakt, dit, dat, bla, bla. Dat kon je allemaal zien in meneer KB's video. Dus ik ben echt heel benieuwd. Het enige is, ik heb geen lead bij me voor dit paard. Dus wat ik even ga doen, we gaan even een klein hokje hier maken. Zo, dan ga jij, gaat er even in, hoppakee. Zo, dan blijf je even hier, Benny. Ik stop wat brokjes bij je, zo, hoppakee. Jongens, welkom in het voor het spookhuis. Er staan hier pompoenen, een kapotte boom, allemaal angstaanjagende Halloween items en zo. En het is natuurlijk ook bijna Halloween.
Of het is eigenlijk een soort van Halloween op het moment. Oh, er is hier zelfs... Wow, dit vind ik echt een geweldig design voor een soort grafkist. Alsof die open is gegaan. Wow, wat een goede details dit. Oké. Laten we naar binnen gaan in het spookhuis. Goed, entree, jongens. Oh, mijn god, dit hoort niet. Dit moet zoals dit. Wat is er aan de hand hier allemaal? Oh, ik vind het oprecht spannend. Laat het boekje lezen. Het verlaten huis van Content Veen. Welkom in het verlaten huis van Content Veen. Soms wordt dit huis ook wel een spookhuis genoemd. Omdat de geesten van Billy de Cowboy en Kapitein Breinbaard hier nog rond zullen dwalen. Of zouden dwalen. Ooit leek dit huis helemaal niet op een spookhuis. Maar was dit de plek waar Billy en Breinbaard samenkwamen en spraken over hoe ze ervoor zorgden dat de inwoners van dit continent in vrede en harmonie met elkaar samen konden leven. Billy en Breinbaard, de cowboy en de piraat die samen sterk stonden, voelden zich verantwoordelijk en wilden het goede voorbeeld geven. Ik vind het wel een spannend verhaal tot nu toe. Cowboy Billy gaf daarom al zijn goud aan kapitein Breinbaard, op voorwaarde dat hij dit samen met zijn eigen schatten zou begraven ergens op het continent. Breinbaard deed dit en het werkte. Het volk leefde lang en gelukkig. Dit vind ik een goede afspraak. Nou, een cowboy die nou al zijn goud aan een piraat geeft, dat moet nu eigenlijk ook... Waarom doet KB dit niet bij mij? Waarom krijg ik niet al zijn goud gewoon? Maar nu, eeuwen later, lijkt het geloof in dit verhaal verdwenen. Oorlog ligt op de loer. En daarom is het jouw taak als laatste in de bloedlijn van kapitein Knalnut. Ik ben kapitein Knalnut, hallo. Je bedoelt kapitein Breinbaard. Om deze schat te vinden en op te graven. Om de nieuwe inwoners van het continent te laten zien dat piraten en cowboys in harmonie hebben samengeleefd en dat dat nog steeds kan. Oh, en dat nog steeds kunnen. Om te laten zien dat dit een waar gebeurd verhaal is. Voor deze missie neem je een duik in het verleden. Het zou vreemd zijn om je spullen uit het heden bij je te dragen en daarom plaats je die in de kist hieronder. Alles wat je vindt in het huis mag je meenemen. De spullen zullen je helpen tijdens je zoektocht. Maar let op, je breekt natuurlijk niets. Ik mag niks kapot maken. Oké. Je wilt de geesten niet kwaad maken. Dat vind ik wel heel spannend dit nu, jongens. Veel succes, Knalnut. De toekomst van Content Veen ligt in jouw handen. Als je laat zien wat je waard bent, zul je rijkelijk beloond worden in goud en accessoires. Jongens, ik vind dit enorm spannend. Betekent dat ik mijn spulletjes hier achter moet laten. Hoppakee. Alles. Letterlijk alles. Mijn eten. Ik twijfel over het eten, maar ik zal het ook achterlaten. En dan is het tijd om in het huis op zoek te gaan naar spulletjes. En ik moet het goud vinden en opnieuw begraven of iets in die richting. Oké, ik moet dus op zoektocht gaan naar de schatten en zo. Maar alles wat ik in dit huis vind, kan ik meenemen. Dus dat betekent ook dat ik hier armor... Nou, ja, trouwens, weet je, dat doen we gewoon. Doen hier een zwart outfitje aan. Hoppakee. Helmpie doen we ook maar gewoon op. Waarom niet? Half gegeten vis. Oh, alles wat ik vind, mag ik gebruiken in principe. Hé, een bed. De nacht sla je liever over. Oh, kijk, ik ben blij. Dit was een... Elke button ga ik dus ook inklikken, jongens. Oké. Laten we eerst even op zoek gaan naar alle hulpmiddelen die ik hier kan vinden. Staart naar de rook. Oeh, dit vind ik wel heel intens, kat. Zit hier wat? Oh, een barrel. Ammo, kogels. 260. Oké, dat houden we ook. 260. Hier sowieso achter zit wat. Kan niet anders. Nee, niet eens. Oké. Zitten hier boekjes in. Een boek en quill. Hoewel de uitrusting in het huis wat oud en versleten lijken, beschermen ze nog steeds best goed. En het is natuurlijk beter dan niks. Neem maar mee hoor, er is genoeg. Ik vind het echt spannend. Ik lees het alsof het rijmpjes zijn, maar ik vind het echt heel spannend. Oké, volgens mij heb ik deze kamer wel een beetje gehad qua alle spullen die ik hier kan looten. Oké, wat hebben we hier? Een furnace met overheerlijke vis van Chef KB. Wow, dat is van seizoen 2,5. Ik wist niet dat hij hier ook kookte. Wat hebben we nog meer? Hier een furnace. Waar is mijn hoed? Mijn hoed? Welke hoed? Wat hebben we hier? Nog meer vlees? Oké, of vis bedoel ik. Lekker. Oké, volgens mij hebben we dan ook alles in de eetkamer hier. Ik kan niet wachten tot ik de schat heb gevonden en gewoon... Oh, dan kan ik het aan de inwoners laten zien, jongens. Nog meer ammo. En dan kan ik laten zien... Oh, revolver van Billy! Billy! Oh, heeft Curse of Vanishing. Oeh, dat is wel heel gevaarlijk. Maar Billy's een revolver, jongens. Van oude cowboy Billy. Z is groot. Oké, dit zijn hints voor waarschijnlijk een soort raadseltje. Die gaan we goed onthouden. Maar ik kan niet wachten tot ik de schat van dus kapitein Bruinbaard en cowboy Billy in het verleden kan vinden. Opgraven en dan kunnen we dat gewoon laten zien aan de inwoners van het continent. Dat inderdaad cowboys en piraten nog steeds samen sterk staan. Oh, ik vind dit wel heel spannend. Het is nu ook avond, jongens. Oké, nog meer dingetjes vinden. Een boek. 1 dagboek. Oh, oké. Laten we die even... Gaan we even zitten hier. Gaan we even lezen. Lief dagboek. Wat is Chef KB een waardeloze kok?
Na die bedorven vis heb ik 3 uur op het toilet naar het plafond zitten staren. Ik schrijf helemaal geen dagboeken. Ik moet goed ziek zijn geweest van dat eten. Oh, dat was gewoon een beetje een leuk dagboek. Oké, hier zit sowieso nog meer. Revolver van Bruinbaard. Die is toch veel beter zo te zien. We gaan absoluut de revolver van Bruinbaard gebruiken. Maar we nemen die van Billy nemen we ook mee. Die is voor meneer KB. Die gaan we bewaren voor KB. Nog meer. Hoppakee, weakness ammo. Oké, dus als iemand daarna krijgt die weakness. En goud is goud. Oké, die nemen we ook mee. We hebben allemaal goede items tot nu toe. Oeh, hier een kist. Die moeten we ook even pakken. De schep naar het verleden. Oh, jongens. Dit is zo'n zoektocht die nu van start gaat. Ik denk dat dit allemaal echt een stuk groter is dan we verwachten. Oh, dit ziet er eigenlijk beter uit, dit allemaal. Laten we deze aandoen. Ach, trouwens, nee. Deze heeft een enchantment. Wat is het? Thorns. Oké, we gaan deze toch aandoen. Dit ziet er iets sterker uit allemaal. Zo. Dan gooien we deze armor gooien we even terug. Hier, hoppakee. En hier hebben we nog een... Oh, hier is het toilet. En naar het plafond zitten staren, want... Dat was een hint natuurlijk, want op het plafond zitten nog meer spulletjes. Ammo en een praktisch instrument. En X is kleiner. Oké, Z is groot. X is kleiner. Nog meer ammo. Komen langzaam in de buurt van alle hints, jongens. Oké, dan hebben we hier alles gehad. Volgens mij in deze kamer hebben we ook wel alles gehad. Zit hier nog iets onder? Nee. Dan gaan we nog naar zolder. Oh, hier is er nog een kist. 48. Oké, 84 bedoel ik. Sorry, 84. Dan gaan we nog even naar zolder toe. Op zolder zullen ze namelijk ook wel dingetjes zijn. Oh, allemaal goud. Dit is namelijk... Wat is dit? Goud! Alleen, dit gaat nooit in je zakken passen. En je wil natuurlijk de geesten... En je wil de geesten natuurlijk niet kwaad maken. Maar als je de geesten van Billy en Bruinbaard kan laten zien... Dat je dit goud op een respectvolle plek zou kan bewaren... Zullen ze het vast wel goedkeuren. Hier ligt het ook maar te verstoffen. Kom later nog eens terug, zou ik zeggen. Oké, we komen hier later nog eens terug, jongens. Wenteltrappen hebben rare hoekjes. Oh, gaat het over de trap hier? Oh, wacht hier, kijk. Y is het kleinst. Oké, dan hebben we X is kleiner, Z is groot en Y is het kleinst. Dus dat betekent dat het deze volgorde is. Y, X, Z. En dit hebben rare hoekjes. Hoe bedoel je dit heeft rare hoekjes? Zit er iets verstopt in een hoekje? Dat heb ik toch al. Hier beneden, in het hoekje hier. Die kist had ik al. Ik denk dat hij dat bedoelt. Oké, we komen later terug voor al dit goud. Jongens, dat staat. Ik moet later terugkomen. Een duistere hint. Oh, jee. Oh, het is een duister doolhof. Het is een duister doolhof. Ik zie niks. Oké, wacht. Dit gaan we redden, jongens. Dit gaan we redden. Ik ben heel goed in doolhof. Dat weten jullie. Een barrel. 9-2-1. Oh, oké. Nu snap ik hem. Ik heb nu 3 coördinaten. Ik heb 3 coördinaten. Ik heb 84. Dat is het kleinst. Dan hebben we 260, dat is de X. En de Z is 921. Ik denk dat we coördinaten hebben. Oké, de ammo nemen we mee. En een lampje in de duisternis. Oh, daar ben ik heel blij mee. Een lichtje in de duisternis. Dan kan ik gewoon kijken. Zullen we even kijken of we nog meer kunnen vinden hier? Of was dit? Nee, dit was het wel. Ja, dit was het wel. Oké. We komen later terug. Goud is goud, een praktisch instrument. En schep naar het verleden. Die nemen we even mee. De revolver van Bruinbaard, die stoppen we hier. We hebben heel veel ammo. Die stoppen we hier, de ammo. Eten doen we er ook bij. En dan ben ik klaar om naar de coördinaat te gaan. Ik denk dat ik alles heb. Dit goud komen we later een keer voor terug. Zodra ik een eigen privéplek heb waar ik mijn goud kan opslaan. Natuurlijk een eigen, ja, moet ik eigenlijk ook wel ergens begraven. Maar ik denk dat ik klaar ben. Voor de geheime zoektocht naar de schat van Cowboy Billy en Kapitein Bruinbaard. Ik denk dat ik alles heb gevonden. Het is ook weer dag, jongens. We komen later terug in het spookhuis. Tot nu toe. Ik vind het geweldig. Oké, Skelet Billy. Of ik bedoel, Skelet Benny. Daarom zeg ik, het past er wel goed bij dat jij gewoon zo eruit ziet nu. Ik heb niet mijn eigen tools nodig, dus die laat ik ook letterlijk daarin in het spookhuis liggen. Ik ga ze er niet uithalen. Ik heb mijn armor aan, ik heb mijn spulletjes bij me. Laten we heel even langs mijn basis gaan. En dan gaan we de coördinaten gaan we opzoeken. Jongens, we zijn volgens mij bij de juiste coördinaten aangekomen. En zoals ik daar kan zien, dat is mijn ingang. Ik denk niet dat dat iets is waar ik moet gaan zoeken. Maar wat ik wel zie, is een lectern en een villager.
Dus laten we die kant op gaan, even hier naar beneden. Hoppakee, pas op, Benny. Ik weet dat je, ik weet niet of je de echte Benny bent, maar je bent in ieder geval Benny zonder vlees en bloed. Okay, gaan we even kijken of we hier ergens een fence kunnen vinden om jou aan vast te zetten. Wat voor villagers zijn dit? Hallo, meneer de villager. Even kijken hoor, is hier ergens een fence? Weet je, ik hou je wel gewoon vast. Een lectern, jongens. De dood van Harnold. Wie is Harnold? Welkom in Zuidveen. Het favoriete dorp van Billy en Bruinbaard. Oh, Zuidveen, oké. Bruinbaard vertrouwde alle inwoners van dit dorp zo goed, dat hij uiteindelijk besloot hier zijn schatten te begraven. Oh, dat vind ik wel heel bijzonder. Hij vertelde de locatie aan dorpshoofd Harnold. En Harnold beloofde plechtig die locatie aan niemand door te vertellen. Zelfs niet aan kapitein Knalnet, jongens, kom op. Zelfs niet aan de inwoners. Oeh, oké. Dan gaat hij het zelfs niet aan de inwoners doen. Jaren gingen voorbij en de locatie bleef geheim. Sterker nog, er kwam zelfs niemand zoeken. Tot op een dag een rumoerig persoon op de stoep stond. Oh, wie is dit? Hij mompelde over een schat en een locatie en dat hij het allemaal niet kon vinden. Nee, dat is logisch, want het is natuurlijk verstopt. Want hij snapte niks van het kompas dat hij gevonden had. Dagen dwaalde hij rond in het dorp tot hij gek werd van zijn eigen onkunde. Oké. Hij schreeuwde naar de inwoners en dreigde het dorpshoofd te vermoorden. Oh jee, als ze niet snel zouden vertellen waar de schat begraven lag. Niemand wist wat de locatie was en Harnold ging zeker niks zeggen. Hij wilde het vertrouwen van Bruinbaard niet schaden. Dat snap ik. Kapitein Bruinbaard is een heilige, legendarische piraat. Die wil je natuurlijk niet tegen je hebben. En dat werd zijn dood al. Rumorige Rob schoot het geliefde dorp zo door zijn kop. Niet wetende dat hij de enige was die wist waar de schat begraven lag. Dat meen je. De inwoners vertelden huilend aan Rob wat hij gedaan had. En hij had zoveel spijt dat hij besloot zijn zoektocht op te geven. En zijn dagen te slijten in een salon niet hier ver van. Dat is bij de salon van meneer KB. De rust is teruggekeerd in Zuidveen. En de schat ligt nog waar Bruinbaard hem had gelaten heeft. Oh nee, dat meen je. Dan moet ik naar... Jongens, ik weet waar ik heen moet. Dan gaan we snel ook weer op Benny stappen. Benny het skeletpaard. En bij de basis van meneer KB heb je natuurlijk zijn straatje zitten. En daar heeft hij een salon. En in die salon heb je in een kamertje bovenin, een soort logeerkamer, slaapkamer van het hotel van de salon. Daar heb je een klant, rumoerige Rob. En die zit er volgens mij al weken / maanden. En die is nog maar niet weggegaan. En hij is degene die Harnold, dus de soort van leider van het dorp, heeft doodgeschoten. Best wel bruut. En op die manier dus de enige man die wist waar de schat lag, vermoord. Dus laten we even naar rumoerige Rob gaan. Kijken of hij meer weet. Kijk, daar hebben we het treinstation van meneer KB. Laten we even kijken of hij meer weet. En misschien kunnen we op die manier de schat vinden. Want ja, ik moet die schat natuurlijk wel gaan vinden, hè. Hier, dan gaan we even over het treinspoor rennen. Dit is wel heel spannend dat we gewoon over het treinspoor rennen, jongens. Kijk dit nou. Met een revolver in mijn hand. Ik lijk wel een cowboy in plaats van een piraat. Oké, aangekomen in de... Piratenstraat. In de cowboystraat van meneer KB. En we hebben hier de welbekende salon. En als het goed is, hebben we hier Fristy en Barry de barman. En bovenin deze salon bevindt zich... Kamer 0104 met rumoerige Rob. De schat van kapitein Bruinbaard. En aantekeningen. Oh jee, jongens. Laten we die even zeggen. Sukkel. Je had Harnold nooit door zijn kop mogen schieten. We gewoon bijna... Ik zou je bijna neerschieten gewoon voor deze actie. En om die reden neem ik ook je spulletjes mee. Met je grote neus. Groter dan mijn neus. Al is mijn neus, jongens. Die is ook behoorlijk groot. Oké, laten we hier even beneden in de salon zitten. Ik wil graag een fristietje, Fristie de barman. Oké, laten we hier even zitten, jongens. Zo. We hebben het kompas, de schat van kapitein Bruinbaard... En aantekeningen van rumoerige Rob. Kompassen zijn vreselijk, is de eerste aantekening. Deze salon is echt top. Ja, deze salon is inderdaad echt top. Dit kompas zou precies de locatie van de schat moeten aanwijzen. Op de locatie moet ze je recht naar beneden graven. Meneer Cowboy is een topgozer. Meneer Cowboy is echt een topgozer. Laat dorpshoofden met rust. Inderdaad, nooit een dorpshoofd. Zeker niet als je Harnold heet doodschieten. Want hij is de enige die weet waar de schat ligt. Piraten en cowboys staan samen sterk. Dat klopt. Ik ben rumoeriger op. Auberginesoep is heel lekker. Ik heb nog nooit auberginesoep gehad. Kapitein Bruinbaard heeft zijn piratenhoed in zijn schatkist gedaan. Nee. Mijn naam is niet Ron. Nee, het is Rob. Betekent dat letterlijk de piratenhoed van kapitein Bruinbaard? Je weet het natuurlijk, jongens. Meneer Cowboy, oftewel meneer KB, heeft de piratenhoed... Of cowboyhoed van cowboy Billy op zijn hoofd inmiddels. En ik ben nog gewoon piratenhoedloos. En het blijkt dus dat kapitein Bruinbaard zijn piratenhoed in zijn schatkist heeft gedaan. Ik wil heel graag die hoed hebben. Er is geen Fristie op voorraad. Ik wilde een Fristie, maar die is niet op voorraad. Nee! Dit vind ik denk ik het ergste van allemaal. Kijk, Harnold's dood, dat is wel heel verdrietig. Maar het feit dat er geen Fristie is... En ik zeg letterlijk net voor ik het boek ga lezen... Ik wil een Fristie.
En hij is niet op voorraad. Het is wel heel toevallig. Ik ben rumoerige Rob, dat klopt. Dat had ik al opgeschreven, dat klopt ook. Waarom lees je mijn aantekenen? Omdat ik de schat ga pakken. Jongens, het is tijd. De schat van kapitein... Oh, het is avond. Laten we... Ik wacht even hoor. Ik wil graag één nachtje hier overnachten in de salon van meneer KB. Ja, dat kan. Top, oké. Slaap lekker, Rob. Kamer 3009, die gaan we pakken. Hoppakee. Nou, trouwens, ik doe kamer 5. Ik wil kamer 5 hebben. Laten we lekker gaan slapen, jongens, in kamer 5 en dan gaan we morgen verder. Het is tijd om terug te gaan naar Zuidveen. Benny, het skelet, het is tijd. Ik stap weer op je, hoppakee. We schieten één keer in de lucht. We zeggen ahoy en yeehaw, weet ik voor wat allemaal. En het is tijd om te gaan. Een creeper. Jongens, hier moet ik wat tegen doen. Hier moet ik wat tegen doen. Oh jee. Boom. Hoppakee. Zo, dan is het land van meneer KB ook gelijk weer veilig. Het Wilde Westen, weet je. Springen we weer enthousiast op het spoor. Steken we natuurlijk weer over. Rennen we hier weer over de verlaten wasteland van het Wilde Westen. Het Wilde Westen is wel echt heel wild, moet ik zeggen, jongens. Het is letterlijk één grote woestijnvlakte. Helemaal niks voor een piraat eigenlijk. Ik voel me helemaal niet thuis hier. Maar we doen alles om de schat van kapitein Bruinbaard terug te vinden. En om de vrede en harmonie in het continent van Content Veen te herstellen. Wij moeten de inwoners kunnen laten zien dat piraten en cowboys samen sterk staan, jongens. Daarom wil ik graag dat jullie nu in de reacties reageren waarom piraten en cowboys sterk staan. Ik wil echt een goed betoog van jullie hebben, een goed verhaal. Goed aangekomen in Zuidveen, jongens. Dit is dus ergens hier ligt de schat begraven van kapitein Bruinbaard. Bruinbaard. Oké, dan gaan we Benny gaan we eventjes hier aan deze fans daar vastzetten. En trouwens, ik heb een idee. Nee, wel, we doen Benny eventjes hier vastzetten. Zo, 1 en 2. Blijf hier, Benny. Dan gaan we dit kompas volgen, de schat van kapitein Bruinbaard. Dan gaat hij hierheen. Blijven we net zo lang doorlopen tot wij ons om moeten draaien of tot wij recht boven de schat staan. Oh jee. Volgens mij, het is dit blok, jongens. Volgens mij is het dit blok. Ja, dit is het blok. Dit is het. We hebben hem. Oké, een schep naar het verleden. Dan gaan we die gebruiken, jongens. Een schep naar het verleden. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, dit is alleen maar zand. Het is alleen maar zand. We gaan goed. We gaan goed, jongens. Het is onmogelijk dat dit zand normaal is, zeg maar. Oh, oké. Dan, goud is goud. Een praktisch instrument. Ik denk dat we een praktisch instrument nodig hebben. Want we hebben nog geen goud natuurlijk gevonden. We blijven gewoon rechtstreeks naar beneden hakken. Ik wil... Oh my days, ik wil zeggen, ik vind het wel eng, maar waar zijn we beland? We zijn er volgens mij. Oh my days. Ik vind het erg eng. Ik weet niet waar we zijn, maar volgens mij is dat een grote schatkist. Oh my days. Oh, een skeleton. Wacht, daar heb ik mijn pistool voor. Boom. Hier heb ik mijn pistool. Oh god. Oh my days. Ik ben zo blij dat ik het heb overleefd. Weet je, ik heb een idee. Ik ga mijn bed even hier plaatsen voor de zekerheid. Zo. Oké, revolver van Bruinbaard, die houden we ready. Want we zijn hier bij de schat van kapitein Bruinbaard. We gaan die creeper even doodmaken voordat hij ons doodmaakt. En ik vind dit er zo ontzettend cool uitzien. Oh jee, jongens. Oh jee. Laat me met rust. Ik heb de schat net gevonden. Ik wou het zeggen. Laat me met rust. Kijk al dat goud. Het is niet te geloven. Kijk al dit goud, jongens. We gaan naar binnen. We gaan naar binnen. Sharing is caring. Laat maar. Ik heb op je gewacht, knalnet. Oh my... Ja! De hoed! De hoed, jongens. Piratenhoed. Snel de deur dicht doen. Oh mijn god, kijk dit nou. Dit is letterlijk de legendarische schat van kapitein Bruinbaard. Allemaal goud overal. Hier ook allemaal goud. En een boekje. Laten we eerst het boekje lezen voordat we dingen gaan plunderen. De schat van het continent van Content Veen. Gefeliciteerd! Je hebt het spoor gevolgd en de locatie gevonden. Je taak is bijna volbracht. Zoals je kunt zien heeft Bruinbaard niet alleen zijn schatten hier begraven, maar ook zijn piratenhoed. En die kun je bijna opzetten. Oh, ik dacht dat ik hem gelijk op kon zetten. Oké. Voordat je die piratenhoed op mag zetten, is het jouw taak om deze schatkist op te graven en op een mooie plek op het continent te plaatsen. Zodat alle inwoners kunnen zien dat jij een echte piraat bent. Zo wordt het niet meer... Dan wordt het ook een beetje mijn schat. Daarmee laat je zien dat je een geboren plunderaar bent. En dat iedereen jou moet respecteren. Alleen dan is de piratenhoed van kapitein Bruinbaard van jou. En ben je het waard om hem te dragen. Maar let op. Respect zorgt pas voor vrede wanneer het wederzijds is. Leer van de voorvaderen van Bruinbaard en Billy. Plunder wanneer er geplunderd moet worden.
Zing wanneer er gezongen moet worden. En boven alles, samen sta je sterk. Nou hup, aan het werk. Succes piraat, je bent er bijna. Streepjes kouwen. Ik vind dit geweldig, jongens. Ik moet deze schatkist hier, moet ik opgraven. Dus die moet naar boven. En die moet een bijzondere plek krijgen in het continent van Content Veen. Maar waar? Waar gaan we dit doen? En hoe ga ik dit opgraven? En alleen dan mag ik de piratenhoed... Oh, dan mag ik, alleen dan mag ik hem dragen. Oh, jongens, ik vind het spannend. Ik vind het moeilijk. Ik moet deze... Oh, waar gaan we die plaatsen? Hij moet op een plek komen waar iedereen hem kan zien. En kan zien dat ik een geboren piraat ben. En waar daardoor is de harmonie teruggekeerd in het continent. En terwijl ik aan het bedenken ben waar ik dit ga plaatsen, word ik aangevallen door skeletons en zombies hier. Gelukkig hebben wij mooie wapens bij ons. Waar ben je, skelet? Daar, hier. Op je hoofd. Oh, mis. Ja, zo, hoppakee. Oké, jongens, laten we even terug naar boven gaan. En dan gaan we even een plekje bedenken voor dit prachtige schatkistje. Dan kunnen we hem opgraven, dus alles weghalen hier. Dan kunnen we hem opnieuw ergens anders plaatsen. En dan ben ik heel benieuwd naar het resultaat. Maar laten we eerst even een mooi plekje bedenken. Het is zover. De schatkist van kapitein Bruinbaard is opgegraven. En we hebben hem op die locatie daar gezet. Ik vind het zo'n goede locatie. Ik had het er even met meneer KB over. We hadden even samen rondgekeken en zo. En hij zei, weet je, is het niet een goed idee om hem op een van je nieuwe schiereilanden te plaatsen? En wauw, wat staat hij daar goed. Als ik nu hier zo rondloop zoals dit, dan heb je mijn boot, heb je mijn eiland daar. Gewoon mijn basis een beetje hier. Skelet, wat wil ik dan wel zeggen? Stallen, huizen, weet ik veel wat. Dan heb je daar kapitein Bruinbaard hemzelf. Daar het zeemonster en het spookhuis. En dan nu hier bij mijn schiereilanden hebben we heel mooi de legendarische schat van kapitein Bruinbaard. Staan ze ook een beetje dicht bij elkaar. Kan hij me altijd in de gaten houden. Waar ga je heen, Benny? Kom eens hier. Laten we even die kant op gaan. Ik heb in de tussentijd mijn worteltjes al even teruggepakt. Omdat de visjes van Chefkok KB waren op. En je zal het misschien wel de hele video horen. Mijn stem is een beetje schor. En we zijn nu één dag verder in het leven. En het is nou niet echt beter geworden. Het is zelfs een beetje erger geworden. Maar dat is niet belangrijk, jongens. Kijk even naar hoe goed dit eruit ziet. Kijk eventjes hoe goed dit eruit ziet. Hoppakee, dan zetten we Benny. Het skeletpaard zetten we even vast. Dan loop je hier over het nieuwe bruggetje heen. Het is een soort simpel klein hangbruggetje hier. Dan wil ik uiteindelijk, zoals je ziet hier met het pad, een bruggetje daarin maken. Maar dat gaan we pas doen zodra we iets hebben wat we op dat eiland daar kunnen plaatsen. Want ik weet niet eens wat ik daar wil doen. Misschien wil ik daar wel alleen een beetje natuur hebben. Wie weet wil ik er ook wel wat anders doen. In ieder geval, kijk dit nou, jongens. Kapitein Bruinbaard, verloren schat. 1 en 2, hoppakee. En daar is hij. Daar is hij. Die mag elk moment op mijn hoofdje. Laat ik even de armor uitdoen. Zo. Die moet ik zo meteen namelijk terugbrengen naar het spookhuis. Dan heb ik het boekje heb ik gelijk ook weer hier teruggeplaatst. Dan heb ik alle spulletjes een beetje. Ja, misschien is het net iets anders ingedeeld. Maar ik heb het zo goed mogelijk proberen neer te zetten hier. Dan heb ik hier een kist staan met... Oh, de belangrijke items van dit avontuur. We hebben het kompas van Bruinbaard. Een praktisch instrument. Kogels. Goud is goud. Aantekeningen van rumoerige Rob. Het schep naar het verleden. Een revolver van Bruinbaard heb ik erin gestopt. En alle andere dingen licht in duisternis. Weet ik voor alles wat ik nodig had om deze taak te volbrengen. Dan heb ik hier revolver van Billy. Die stop ik even hier. Want die wil ik aan meneer KB geven. Die is natuurlijk... Ja, het is een pistool van een cowboy. Daar heeft een piraat niet zoveel aan. Dit is het boekje De Schat van het Continent van Content Veen. Die heb ik weer op de rechtmatige plekje neergezet. Als je daar zoveel zombies hoort, dat komt omdat hij hieronder zit. Ik moet het nog steeds een keer belichten. Maar goed, jongens, laten wij oppakken. De piraat... Oh, kijk hem nou. Kijk hem nou, de piraathoed. Laten we hem oppakken. Oh, dit gaan we even op mijn boot doen, jongens. Dit gaan we even op... Benny, ik laat je zelfs hier staan. Ik zwem eventjes naar mijn boot toe. Klimmen we erop. Kapitein Snavel, welkom terug. Althans, hij moet welkom terug tegen mij zeggen. Lopen we even hier naar binnen in de kapiteinshut. En jongens, dan gaan we op mijn stoeltje zitten. Draaien we ons om. En dan zijn wij vanaf nu officieel een echte kapitein. Wat ziet dit er goed uit. Ik ben hier zo blij mee. Kijk nou, kijk hoe fancy dit is.
zijn nu gewoon een oprechte kapitein. Ook van achter zoals dit ziet het er goed uit. Oh, jongens. Het is wel echt een mega hoed als ik het zo zie. De oude hoed van kapitein Breinbaard. Geweldig. En zoals je ziet wordt het avond. En kan je vanaf hier de schat prachtig zien. Wacht, laten we even het kraaiennest in gaan. Klimmen we even mooi omhoog hier. Met onze nieuwe hoed waar ik echt heel blij mee ben. Goed jongens, alles is in zicht vanaf hier. De kraken, kapitein Breinbaard en zijn nieuwe schat. Althans zijn oude verloren schat. Maar die staat nu op een leuk nieuw plekje. Kijk nou hoe goed het eruit ziet. Meneer KB, ik ben enorm blij met je opdracht. Het was echt een geweldige opdracht. Ik shout aan jou. En dan daar links natuurlijk de boom des levens, jongens. Die ziet er nu ook goed uit met al zijn blaadjes. Het begint langzamerhand al ergens op te lijken allemaal, jongens. Er zijn zoveel dingen die nog gedaan moeten worden. Nieuwe boten. Dat hele gebied daar moet nog volgebouwd worden. Er moeten hier nog schepen komen. Deze hele berg hier moet nog doorgebouwd worden. Dit hier waar al die bomen staan moet nog één grote piratenstad worden. Piratenstad, piratendorp. Al die blauwe huizen die je ziet moeten helemaal uiteindelijk hier overal komen te staan. Maar ik heb mijn hoed en daar ben ik echt heel blij mee. Springen we even naar beneden. Dat gaat net aan goed. Pakken we een bootje hier. Want ik moet nog wel heel eventjes snel langs het spookhuis van KB. Want daar liggen natuurlijk nog mijn eigen spulletjes. En ik wil dan de revolver, die bewaar ik denk ik nog eventjes. Want ik denk dat ik die op een leuke manier aan hem wil geven. Ik denk dat ik die niet zomaar wil geven op een van, nee, hier is je revolver. Nee, die wil ik denk ik wel op een leuke manier geven. Misschien dat hij er wat terug voor moet geven. Of weet ik voor wat allemaal. Of gewoon als een cadeautje. Dat moeten we nog even bedenken. Ik ben in ieder geval heel blij dat de schat hier gewoon staat nu. Dat betekent dat het eerste schiereiland ook gelijk gevuld is. Helemaal mooi. Gaan wij op trage Benny. Oh ja, daarover gesproken. Oké jongens, in de volgende aflevering ga ik waarschijnlijk kijken waar de echte Benny is. Benny van Vlees en Bloed. Dan ga ik dan ook samen met meneer KB doen. Ik heb met hem afgesproken dat we dan samen op zoek gaan naar meneer K- of naar Benny en Sheriff Junior. Want hij heeft natuurlijk hetzelfde probleem. Zijn Sheriff Junior, oftewel zijn lievelingspaard, of zijn oude lievelingspaard, weet ik veel. Die is ook helaas veranderd in een skelet. Wat staat hier trouwens? Cowboy, tol, knalende tols, 10.000 goud. Wat? Dat gaan we niet betalen. We gaan er gewoon doorheen. Een piraat betaalt niks. Kijk, gaan we hier eventjes mooi naar binnen. Hoppakee. En dan pakken wij hier mijn spulletjes. Bop. 1, 2, 3. Leggen wij die armor die ik volgens mij van hierboven heb, die leggen we even terug. Alleen de helm ben ik kwijt. Maar dat maakt niet uit. De helm... Oeh, waar had ik die vandaan? Oh, beneden uiteindelijk. De helm ben ik helaas kwijt, maar dat zal waarschijnlijk niet zo'n extreem groot probleem zijn. Kijk, volgens mij het hoekje hier. Ja. Zo, hoppakee. En doen we deze helm doen we hier. Dan ziet het er iets symmetrischer uit. Dan gaan we weer het enge spookhuis uit. Maar dit spookhuis, jongens, die heeft er wel voor gezorgd... dat we deze prachtige piratenhoed op hebben. Dus laten we snel weer terug naar huis rijden. En dan was dit een succesvolle aflevering. Dus voor nu, jongens, dank jullie wel voor het kijken in deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker even niet te liken en vergeet zeker ook even niet te abonneren. Dankjewel, meneer KB, voor deze leuke opdracht en voor deze leuke piratenhoed. En dan nu, kijk lekker deze video. Dit is namelijk het vorige Conrad Veendeel. Heb je die nou nog niet gezien, dan moet je hem zeker even kijken. Hierin is zo ontzettend veel gebouwd. Dit is echt een leuke aflevering om even te kijken. En dan nu spreek ik later glaasje water telt 4 flesje bier. Tot de volgende keer.